Wat heb je nodig om te voetballen? Een bal natuurlijk. We kennen allemaal de mooie, ronde en flashy ballen. Maar die hebben er niet altijd zo uitgezien. Dit filmpje bekijkt de evolutie van de bal, die al sinds het begin der tijden jong en oud begeestert. In het oude Egypte speelden ze met linnen ballen gevuld met stro. De Azteken speelden zelfs al met een rubberen bal, maar die was nogal zwaar. Later gebruikte men opgeblazen varkensblazen. Alleen overleefden die niet altijd de stampen die ze kregen. Om ze toch iets steviger te maken, kwam er een lederen omhulsel rond. Die ballen waren natuurlijk niet perfect rond, wat soms onverwachte wendingen aan het spel gaf. Een echte vooruitgang kwam er in 1855, toen Charles Goodyear de eerste echte rubberen voetbal produceerde. Wel nog altijd met een varkensblaas. Pas 10 jaar later slaagde men erin die te vervangen door een rubberen exemplaar. Maar wel met een mooi resultaat. De bal wordt egaal rond. Vanaf dan wordt voetbal een populaire sport. In 1866 legt het Verenigd Koninkrijk als eerste de normen vast waaraan een wedstrijdbal moet voldoen. Elke Engelse voetbalclub, die naamwaardig, speelt voortaan met de Lily White No. 5. Al is men het daar op het vasteland niet echt mee eens. Daar bleef men spelen met een kleinere bal, een nummer 4. Zelfs in 1930 was men het nog altijd niet eens over de maat van de bal. Elke club had zijn eigen bal en die brachten ze ook mee naar wedstrijden. Zo speelden de eerste wereldbekerfinalisten Uruguay en Argentinië elk een helft met hun eigen bal. Pas in 1954 legt FIFA uiteindelijk de maat en het gewicht vast waaraan een wedstrijdbal moet voldoen. Een balomtrek tussen de 68 en 71 centimeter en een gewicht van maximum 453 gram bij de aftrap. Vanaf 1970 komt de evolutie van de voetbal in een stroomversnelling. Voor elk groot kampioenschap wordt een nieuwe bal ontwikkeld, waarbij wetenschap en design alsmaar belangrijker worden. Enkele hoogtepunten? Het WK in Mexico in 1970 is het eerste dat live uitgezonden wordt op televisie. Om de zichtbaarheid op het kleine scherm te verbeteren, heeft de Telstar dan ook contrasterende vlakken. 12 zwarte en 20 witte. De volgende grote verandering komt er op het WK in Argentinië. De tango heeft nog maar 20 vlakken die de illusie van 12 identieke cirkels creëren. Die tekening wordt pas in 2002 vervangen. De volgende mijlpaal kwam in 1986. Tijdens het WK in Mexico spelen de teams voor de eerste keer met een volledig synthetische bal. Het WK in Frankrijk in 1998 wordt dan weer gespeeld met een gekleurde bal. Meteen ook de laatste met het tango-ontwerp. En wat voor ballen zagen we in deze eeuw? De Fever Nova bijvoorbeeld, speciaal ontwikkeld voor het WK in Japan, Zuid-Korea in 2002. De bal heet revolutionair te zijn. Hij is gladder, groter, lichter, sneller en versierd met vlammen. Maar de bal kreeg bakken kritiek van de spelers. Het zou vooral een speelbal van de wind zijn. De Duitse Teamgeist uit 2006 is gemaakt met maar 14 vlakken. Hij is ronder en met een precies schot, maar keepers verafschuwen hem. Een zwabberbal, vinden ze. De Zuid-Afrikaanse Jabulani uit 2010 bestaat nog maar uit 8 vlakken, wat maakt dat de bal zo goed als perfect rond is. Topspelers zijn vol lof. En de doelmannen? Die hebben weer kritiek op het gedrag van de bal in de lucht. Misschien een goede manier om zich in te dikken. En nu? Op naar het volgende WK en de volgende beste bal ooit.